Ik ben Paul. Dit is mijn zoon, dit is Levi. We hebben er ruim 11 jaar over gedaan om zelf kinderen te krijgen. Waarvan een groot gedeelte op is gegaan aan een adoptieprocedure voor Levi. En dat maakt dat ik het heel erg mijn best doe om er te zijn voor hem, zoveel als ik kan. Kijk, we staan hier vandaag te kijken naar voetbal. En we kunnen het erover hebben dat op televisie veel gebeurt. En we kunnen er een boek over lezen. En we kunnen erover praten samen. Maar de enige manier om voetbal te leren is door het te doen. Door op het veld te gaan stappen en door aan de slag te gaan. Ik merk gewoon heel sterk dat ik ondernemersbloed in mijn aderen heb lopen. En dat ik er elke keer weer heel erg van bewust ben dat als je iets anders wilt met je leven, dat je dan iets anders of andere dingen moet gaan doen. Dat je de bal moet pakken en dat je het voetbalveld op moet rennen. En dat je moet gaan beginnen met die eerste stap. En wat mij opvalt is dat mensen het dan vaak veel te groot maken. Die willen meteen van ik kan niet voetballen naar ik wil op hetzelfde niveau als Ronaldo zitten. Succes is bevlogenheid. Met glimmende ogen je werk doen. Het gevoel hebben dat je bijdraagt in iets wat groter is dan jezelf. Dat je elke dag weer mag doen waar je plezier in hebt. Dat je omringd weet door mensen die daar het beste in met je voor hebben en die jou ook verder kan helpen. En het gevoel hebben dat je door datgene wat je doet en het inzetten van je talenten, dat je iets bijdraagt, dat iets gebeurt, dat je zin hebt, dat je nut hebt. Ik vertel ook heel vaak aan klanten wat er op dat moment met mij gebeurt. Om vervolgens het gesprek te openen van en hoe is dat dan voor jou? En wat zorgt daar dan in voor een fijne samenwerking of voor het ondernemen van actie of misschien wel voor het vermijden van actie. Ik heb geen verstand van het spelletje voetbal, dus daar kan ik Levi niet op coachen. Waar ik wel verstand van heb, is van gedragsontwikkeling. Ik mag hem motiveren en ik mag hem hier brengen en ik mag juichen en ik mag blij zijn voor hem en een high five geven. Ik mag hem faciliteren. En op maandag ben ik wel weer degene die er verstand van heeft van de inhoudelijke kant van het spel. Dan mag ik de coach zijn.